De manier waarop we televisie kijken is de afgelopen jaren enorm veranderd. We kiezen zelf waar we naar kijken en wanneer we dat doen, zonder dat we afhankelijk zijn van de programmering van de zenders. We kijken YouTube, we streamen films en het spelen van games wordt de afgelopen jaren steeds belangrijker. Nu wil je natuurlijk wel dat de televisie die je hiervoor gebruikt perfect past bij je wensen. Hi, ik ben Robin en vandaag kijken we naar de oplossing. Ik heb hier namelijk de nieuwste 55-inch U7NQ ULED mini-LED televisie van Hisense staan. En als ik de specificaties bekijk, is deze tv perfect voor dit moderne gebruik. Laten we hem snel gaan uitpakken, zodat we kunnen zien wat hij allemaal kan. Nu de U7NQ is uitgepakt, vallen er een paar dingen op. Zo bijvoorbeeld de bouwkwaliteit van de voet. Deze is niet super groot, maar voelt toch heel erg stevig en degelijk aan. Kijken we dan naar het scherm en het design ervan, dan vind ik het heel mooi dat er een heleboel mooie metalen elementen op zitten. Zo is de hele rand van een mooi geborsteld metaal gemaakt. We hebben hier vandaag de 55-inch versie van de U7NQ. Maar hij is ook beschikbaar in 65 en zelfs 75-inch. En alles wat ik vandaag vertel gaat dus eigenlijk ook over die modellen. Alle functies die zijn hetzelfde. Ik vind het sowieso wel leuk dat 55-inch tegenwoordig de kleinste variant is uit een serie. Want als je een jaar of 10 terugkijkt, nou dan was 55-inch echt wel een televisie waarvan mensen zeiden: nee, dat moet ik niet in mijn woonkamer hebben. Zo'n groot zwart vlak. En tegenwoordig is dat dus gewoon de standaard waar een serie begint. Nou, ik word daar blij van, want dat komt de beeldkwaliteit eigenlijk alleen maar ten goede. Hisense doet nu al een paar jaar echt lekker mee op de Nederlandse televisiemarkt. En wat ik zo leuk vind aan het merk, is dat ze echt hun best doen om zoveel mogelijk waarde te leveren voor de prijs die je voor de televisie betaalt. En de U7NQ-serie die doet daar nog eens extra hard hun best voor. Deze plaatst zich echt als een mid-range televisie. Maar als je kijkt naar de specificaties, dan krijg je echt ontzettend veel geleverd voor je geld. De U7-serie zet zich in de markt als mid-range televisie. Maar de hele serie presteert ver daarboven. Op het moment van opnemen kost de televisie 1099 euro. Maar daar krijg je dan wel een ULED mini-LED pro-scherm met full array local dimming, de nieuwste technologie op het gebied van gaming en een IMAX Enhanced certificering voor terug. Dit zijn allemaal elementen die veel meer passen bij het high-end aanbod. Zoals je ziet is de besturing van de televisie lekker soepel en eenvoudig. Hij reageert snel door de nieuwe processor in de televisie, waardoor je bijvoorbeeld gemakkelijk wisselt tussen Netflix en YouTube. Ook is de afstandsbediening gemakkelijk en intuïtief in gebruik. Perfect voor de nieuwe manier van televisie kijken. Direct uit de doos zijn de instellingen van de televisie al heel erg goed. Zo zijn bijvoorbeeld de kleuren heel natuurlijk. Wil je hier toch wat aanpassingen aan doen, dan kan dit gemakkelijk binnen het VIDA Smart OS systeem. Je navigeert eenvoudig naar de juiste menus en past aan wat je aan wil passen. Een reden dat de beeldkwaliteit zo goed is, is de ULED-technologie die gebruikt is in het Mini-LED Pro-paneel. ULED is kort voor ultraLED, een term van Hisense zelf. Met ULED worden eigenlijk vier technologieën bedoeld die dan samen gecombineerd staan voor een goede hoge kwaliteitsstandaard. ULED-schermen maken namelijk allemaal gebruik van ultra local dimming, ultra HD 4K resolutie, ultra vloeiend beeld en een ultra groot kleurbereik. En van die vier vind ik de full array local dimming eigenlijk het belangrijkste. Voorheen werden LED-schermen namelijk verlicht met een kleine LED-strip onder en boven aan het beeldscherm. Hierdoor zag je vaak een verschil in contrast tussen de randen van het scherm en het midden van het scherm. Aan de randen had je veel licht, dus werd het zwart wat grijzer. En in het midden had je minder licht, dus werd het zwart al snel wat donkerder en verloor je wat detail. Full Array Local Dimming is hier dé oplossing voor. Het plaatst namelijk de verlichting achter het scherm en verdeelt het in verschillende zones, zodat je dit verschil in contrast niet meer hebt. Het maakt het zelfs nog beter, want er zijn in de U7NQ meer dan 240 verschillende zones achter het beeldscherm geplaatst die allemaal apart van elkaar hun verlichting hoger en lager kunnen zetten. Hierdoor heb je een beeld dat mooie diepe zwartwaardes combineert met toch een heel mooi helder beeld. Dit zorgt ervoor dat je prachtige HDR-beelden kunt bekijken met een helderheid van 500 nits en een piekhelderheid van 1300 nits. Met andere woorden, een machtig mooi, contrastrijk HDR-beeld.
Wanneer je vroeger een gameconsole wilde aansluiten, ging dat vrij gemakkelijk. Maar met de nieuwste technieken op gamegebied wordt het toch allemaal wat ingewikkelder. De nieuwste gameconsoles kunnen het beeld namelijk supersnel berekenen en supermooi weergeven. En wil je dit nou in alle volle glorie terugzien? Nou, dan moet je televisie al snel aan heel wat eisen voldoen. En dan wordt het al heel snel best technisch. De U7NQ heeft alles in huis om het nieuwste op het gebied van gametechnologie te ondersteunen. Zo heeft het scherm een verversingssnelheid van wel 144 Hz met ondersteuning voor ALLM, VRR en AMD FreeSync Pro. Nou, dit zijn een heleboel namen, maar wat het eigenlijk zegt is dat het ondersteuning biedt om je games zo vloeiend mogelijk weer te kunnen geven. Gelukkig heeft de televisie twee HDMI-poorten die al deze technieken ondersteunen. Zo kan je meerdere consoles aansluiten. Voorheen was het zo dat je vaak diep je televisieinstellingen in moest om de instellingen voor gaming precies goed te zetten, zodat alles goed ondersteund werd. Nou, dit was best een taak en je had er vrij veel technische kennis voor nodig. Gelukkig heeft Hisense hier iets op gevonden. Dat is namelijk de 144 Hz Game Mode Pro. Wanneer je je gameconsole aanzet, wordt dit meteen gezien door je televisie. En deze reageert hierop door meteen de 144 Hz Game Mode Pro in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat alle instellingen voor het mooiste beeld en de beste gameprestaties automatisch goed worden ingesteld. En dit is makkelijk, want dan hoef je het zelf niet meer te doen en het gaat helemaal automatisch. Wil je nou toch nog iets aanpassen aan deze instellingen? Dan kan dat heel gemakkelijk door middel van de Game Bar. Eigenlijk is dit een apart instellingenmenu, speciaal voor jou als gamer. Je merkt dan ook dat je als gamer echt serieus wordt genomen door Hisense. Filmfans weten het zeker. Er gaat niets boven het kijken van een film in de bioscoop. En dan het liefst een film kijken in zo'n grote IMAX-zaal. De kleuren spatten van het scherm en het geluid is overdonderend. Nou, dat wil je eigenlijk natuurlijk thuis ook. Nou, dat kan. De U7NQ heeft namelijk de IMAX Enhanced certificering. Dit betekent eigenlijk dat het beeld en het geluid zijn getoetst naar een door IMAX bepaalde standaard. Zo zit er bijvoorbeeld minder korrel of ruis in je beeld. En ben je verzekerd van heldere, scherpe beelden. Ook het geluidssysteem van de U7NQ doet mee. Zo is de televisie voorzien van een 2.1 systeem. Dus met subwoofer en een mooie, diepe, lage weergave. Zo ben je er dus echt zeker van dat je ook thuis zo dicht mogelijk bij die bioscoopervaring komt. Wil je er nou helemaal zeker van zijn dat wat jij op je televisie ziet precies is wat de regisseur bedoeld had? Nou, daar heeft Hisense ook wat voor en dat is de filmmaker-modus. Met een druk op de knop ben je ervan verzekerd dat de televisie de goede instellingen heeft voor het kijken van film. Dus met de juiste framerate en de juiste kleurinstellingen. Zo weet je dus zeker dat je precies kijkt naar wat de regisseur in zijn hoofd had tijdens het bedenken van de film. Met de nieuwe manier van televisie kijken heb je een scherm nodig wat hier perfect bij past. En naar mijn mening is de 55-inch U7NQ ULED Mini LED TV van Hisense hier perfect voor. Met het Full Array Local Dimming systeem bekijk je prachtige HDR beelden. En met de 144 Hz Game Mode Pro speel je je games in de hoogste kwaliteit en op de meest vloeiende manier. Door de IMAX Enhanced certificering in combinatie met filmmakermodus weet je zeker dat je thuis echt een bioscoopervaring hebt. Maar het allerleukste aan de U7NQ vind ik dat je met deze televisie eigenlijk een heleboel high-end functies in huis haalt voor de prijs van een mid-range televisie. En dat is toch wel echt heel erg fijn. Wat mij betreft is de U7NQ-serie van Hisense dan ook echt een dikke aanrader. Wil je nu alle specificaties van de televisie nog een keertje goed bekijken? Check dan de link in de beschrijving naar Kieskeurig. Hier kun je de U7NQ vergelijken met andere modellen en zo weet je zeker dat dit de televisie voor jou is. Vond je dit nou een leuke video? Geef ons dan eventjes een like, dat helpt het kanaal enorm. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Tot de volgende!